Barendrecht in het wit tegen de Treffers en de thuisploeg begint furieus. Dit is Chris Dabagian. Die gaat alleen op doelman Cornelis af en die prikt hem precies in het hoekie. Vierde minuut van de wedstrijd, zijn eerste doelpunt voor Barendrecht en de vroege voorsprong. Is de honger dan al gestild? Nou, niet bepaald. Een minuutje later, Jongman die zet voor en Salem helemaal vrij. 2-0 voor Barendrecht. En de Treffers, ondanks de basisplekken voor Boy van der Beek en Misidjan, twee nieuwkomers, dus al heel snel op achterstand. Het heeft nog weinig effect, dus die versterkingen. Dit is Maarsdorf, die kan dan wat terugdoen. Komt van dichtbij over het doel van Van Splunter. Het is een van de weinige kansen voor de formatie van deze trainer Anton Jansen. Barendrecht is sterker. En dit is weer die doelpunten maken. Dabagian, die kan ook slalommen. Een heerlijke actie. De paas precies in de loop van Salem. Maar Cornelis voorkomt erger voor de Treffers. 2-0 de ruststand. Dan komen er nog twee debutanten bij de ploeg uit Groesbeek. Wouters en Verstegen. Overgekomen van Achilles 29 komen erin. Maar ook dat heeft weinig effect. Want dit is weer Salem. Krijgt hem lekker mee. En Salem maakt zijn 9e van het seizoen. En daarmee de 3-0 voor Barendrecht. Wedstrijd natuurlijk gespeeld. En de Treffers moeten zich meer en meer zorgen gaan maken. De ploeg geeft veel goals weg en maakt er zo weinig. Wat dacht je van deze? Jansen staat helemaal vrij. Maar hij scoort niet. En daardoor verliest de Treffers. En komt het meer en meer in de gevarenzone terecht.